Staat u er weer klaar voor? Dan kunnen we beginnen. Welkom allemaal, leuk dat u weer meedoet. We beginnen met de warming-up, stappen op de plaats. Mooie grote beweging. Stapt u lekker mee. Zittend op de stoel is ook goed. Even lekker doorstappen om het lichaam op te warmen. En dan gaan we ons wat kleiner maken. En dan groot. Blijf doorstappen. Kleiner maken. En weer groot. Klein. En weer groot. Klein. En weer groot. Klein. En groot. Gaan we de laatste doen. Klein. En groot. Stappen nog even door. En dan gaan we even rustig stilstaan. Spreiden we de armen. Eén hand is open, de ander dicht. En we gaan draaien. En kijk naar de hand waarvan de palm omhoog gaat. Heel goed. Kijk hem na. En draaien. Hartstikke mooi. Helemaal goed. Gaan we door naar de volgende oefening. Is ook weer voor de armen en schouders. We gaan met één arm schuin voorlangs. En die draaien we groot open. En dan gaat hij weer voorlangs. En open. En probeert u de hand na te kijken. Hartstikke goed. Opzij. Doen we er nog twee. En daarna gaan we wisselen van arm. Laatste. Voorlangs. En draai. En gaan we wisselen. Voorlangs. En draai open. Voorlangs. En open draaien. Hartstikke goed. Goed. Stappen voor en achter. Voor. Twee. Drie. Vier. En weer terug. Voor. En gaan we de arm ook even mee omhoog doen. Omhoog. En terug. Op. En terug. Nog twee. En terug. Laatste en dan zijn we alweer klaar met de warming-up. Hartstikke goed gedaan thuis. In dit blokje kracht gaan we balans oefenen, maar ook de schouders en de armspieren. Ik doe het voor, we zoeken balans zometeen. We gaan naar voren, op en weer terug. Doe mee. Voor, op, laag en wissel. Ja, zoek balans. Voor en op en weer. Ja, je ziet het, je kan de stoel vasthouden. Wissel. En op en neer. En we wisselen weer. Komt-ie. Zoek een beetje balans. Armen mogen wijd. Ja, goed. Doen we nog vier keer. Komt-ie. En strek. En op. En neer. En weer terug. En daar gaat-ie. En op. En op. Ja. En beide kanten nog één keer. Balans. Concentratie, op en neer. En de laatste keer met dit mee. Op, gaat ie. Ja, even ontspannen. Lekker gaan staan. Benen naast elkaar, knieën van het slot. Buik een beetje in, armen zijn voor. Oefening voor de schouders. Laag, op. En je schouders zijn ontspannen. Alleen die armen hoeven maar te bewegen. Laag, op en laag en op. Laag en op. En nu doen we tempootje hoger. 1, 2, 3, 4. Ga maar door. Ha, 2, 3. Ja, langzaam nog. Langzaam op. Langzaam op. Langzaam op. En de laatste. Mooi. Even ontspannen. Balans komt weer. Concentratie, we schuiven opzij, op, neer en terug. Ja, dat is hem. Beide kanten wisselen. Komt-ie. Weg, op, neer, terug. Andere. Weg, op,
best lastig om die balans te houden. Hup. Weer. Hou gerust vast, hè. Ook thuis, hè. Het is een moeilijke oefening. En weer. En nog een keer wisselen. Kijk naar één plek op de vloer. Dan kun je nog beter je balans houden. Andere. Weg. Op. Ja, super. Even weer ontspannen. Komt er weer één voor de schouders en de armen. Weer lekker gaan staan. Armen heel strak tot aan de vingertoppen toe. We gaan laag en op. Dat is hem. Laag en op en laag. Op en laag en op. Laag en op en nu hoger tempo. 1, 2, 3 en ga maar door. En ha, 2, 3 en langzaam nu en langzaam op. Langzaam op, langzaam op. En we sluiten af met snel. En 1, 2, 3 en nou, lekker ontspannen. Balans getraind. En armen en schouders getraind. We gaan verder met het volgende onderdeel. Goed zo, we gaan even een stukje coördinatie doen met elkaar. En ik heb gelukkig weer deze mensen om me heen verzameld. Eentje houdt de stoel vast, eentje doet hem zittend. Dus wat u zelf wil, of u doet hem los mee, zorg dat er ruimte er is in de kamer. Yes, we gaan naar voren stappen en weer terug. 5, 6, 7 en voor. En dan wisselen we van been. Dan moet je dus aantikken. Komt hij weer tik aan en wissel. En weer aantikken en wissel. Doen we nog één keer. Tik. Tik aan. Gaat hij goed, Henk? Heeft niks. Stappen. Maken we de V-stap. Is misschien iets makkelijker. 5, 6. En zo. En dan de andere been. En weer wissel. En nog een keer wissel. Doen we nog één keer. En weer even stap. We gaan het een beetje moeilijker maken. Met armen erbij. Stappen naar voren en dan doen de arm dicht. En gaan gelijk door in die V-stap. 5, 6, 7 en 1. 2, wissel van B. En dan maken we de V. En dan gaan de armen zo. Naar buiten. Andere kant. En mag je weer even stappen. Kun je er even over nadenken. Gaan we nog een keer. 5, 6, 7 en 1. 2, andere been. 3, 4, de V-stap. En de armen naar buiten. Handen op. Oké, we gaan het nog een beetje moeilijker maken. Als we naar voren stappen, gaan de armen juist zo. En als we opzij stappen, doen we de armen zo. 5, 6, 7 en 1. 2, andere been. En de V-stap. Moet ik het zelf ook goed doen, hè? Je flat op, andere kant. En even weer. Doen we nog één rondje? Ja? 5, 6, 7 en 1. En 2. Andere kant. En de V. En nog even wisselen van been. Nou, dat ging weer goed. Dat was de coördinatie weer. Jullie mogen lekker door naar het volgende blokje. Succes! Goed, we zijn alweer toegekomen aan de cooling down. Even een stukje ontspanning naar de inspanning. Armen laag, we tillen de schouders op, we gaan rond. Til ze op en rond.
En we draaien ze de andere kant op. Doe allemaal lekker mee. Heel goed. En de laatste. We gaan de vingers aantikken met de duimen. 1, 2, 3, 4. Beginnen bij de wijsvinger. We gaan naar de pink. Nog één keer. En dan gaan we de andere kant op. 1, 2, 3, 4. Begin bij de pink. Dit gaat goed, hè? Laatste keer. We maken het iets moeilijker. Begin met de ene hand bij de wijsvinger en met de andere hand bij de pink. Dus ze lopen tegen elkaar in. Dit is ook nog wel een beetje inspanning. Laatste keer. Ging die goed? Armen omhoog. Maak je lang. Rek je uit. Armen zij. Breng ze achter. En laag achter de rug. Goed rechtop. Bos vooruit. Prima, brengen we de rechterarm zij voorlangs. Pak de bovenarm vast, trek hem aan. En de andere arm opzij, voorlangs. Pak hem vast, trek hem aan. Dan gaat één arm omhoog. Maak je goed lang. En dan pas opzij. De zijkant van je romp. En weer laag. Andere arm omhoog. Maak je lang. En opzij. En laag. Strek één been naar voren. Pak die tenen vast. En trek hem iets aan. Als het niet lukt, dan wijzen we ernaar. En terug. De andere hak. Weer terug. Schouders op. Armen omhoog. En zij. Adem in. Blaas uit. Ga door met deze oefening. En er komt Esther met een tip. Kunt u een keertje om 10:00 morgens niet met ons meedoen? Dan kunt u altijd via de RTV Drenthe app of ons YouTube kanaal alsnog meedoen. Op het moment dat het u uitkomt.